Nou, je bent hier gekomen met je zoontje van bijna 2. Wat is de reden van je komst? De reden is dat hij een flinke spleet tussen zijn voortanden heeft. En zijn lipbandje die zit echt heel ver tussen zijn voortanden. Een tongriem of een lipband kan voor verschillende problemen zorgen. Bij volwassenen en oudere kinderen zie je vaak dat de spraakfunctie verminderd is of soms zelfs het innemen van vast voedsel. Wat heeft hij verder klachten? Nou, op zich zijn spraak is een beetje moeilijk, maar voor de rest eten en zo gaat allemaal wel goed. Oké. Nou, het gaat als volgt. Ik beoordeel eerst, dan kijk ik even hoe vast het lipbandje zit en even afhankelijk daarvan gaan we behandelen of niet. Kijk, ga ik even het lipje optillen, gaan we even kijken. Oh, zitten daar mooie tandjes? En het lipbandje, en dan zie ik inderdaad dat het wit wegtrekt. Ik voel even hier voorzichtig en dan merk je inderdaad dat er wat spanning in de bovenlip zit. Mooie tanden, mooi wit, mooi gepoetst. Hartstikke goed. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Goed, hé. Ik vind nazorg belangrijk omdat van nature de lip en de tong geneigd zijn altijd weer hun oude positie in te nemen. En je kunt beter voorkomen dat het weer een klein beetje teruggroeit dan dat er weer een nieuwe behandeling nodig is. Ik zou altijd even 2 keer de lip optillen. Echt dat je even die spanning eraf haalt van het wondje. Weet je, nu zie je nog dat het wit wordt, maar ja, dan is dat dus weg. Mm-hmm. En even 5, 6 keer zachtjes over het wondje wrijven. De slijmvliezen genezen altijd een beetje witgelig, dus het kan echt raar uitzien. Op de plek waar het lipbandje verwijderd is, zie je een soort ruitvormig wondje. En het is de bedoeling dat je daar gewoon met schone handen en korte nagels zachtjes overheen wrijft. Als we gaan behandelen, verdoof ik het eerst voor, even afhankelijk van de leeftijd. Oudere kinderen en volwassenen geven echt lokale verdoving. Jonge kinderen en baby's geven alleen oppervlakteverdoving. Dat gaat heel goed, joh. Super. Zo. Nou, ja. Vervolgens maken wij gebruik van elektrochirurgie. Dus positioneren we de patiënt zodanig goed dat we er goed bij kunnen. En is de ingreep nog geen 10 tellen. Nou, ik hou voorzichtig de lippen aan de kant. Het voordeel van behandelen met de elektrotoom is dat naast het weefsel echt volledig is weggehaald, het wondje ook direct wordt dichtgebrand, waardoor je eigenlijk een mooiere en schonere wond krijgt. Het kan nog best wel wat zwellen, 3 tot 5 dagen. En daarnaast ziet het er dus wel echt een beetje vreemd uit. Als het lukt, probeer het te koelen. En hij kan er toch nog wel wat last van hebben. Dus kijk even wat met eten lukt. Ik merk vaak dat de ouders meer gespannen zijn dan de kinderen zelf. Gelukkig is het maar heel erg kort en valt het achteraf vaak mee. We nemen ook bewust wat meer tijd, zodat we echt, ja, dat er tijd en ruimte is voor vragen en geruststelling.